Wat vind jij van de burgemeester, als burgemeester? Ik heeft op mij altijd een goede indruk gemaakt. Ik zag in hem ook, of ik zie in hem ook, de leider van het PvdA. Maar die moet ook weer niet te sterk worden. Dus in dat opzicht denk ik dat het niet goed is. Maar ik ben ook wel eens teleurgesteld in hem geweest. Ik vond dat hij de vlag van Israël na 7 oktober wel heel snel van de vlagstok afhaalde. Dat vond ik te snel. Omdat het polariserend zou kunnen werken. Je kan op een gegeven moment ook je rug een beetje rechten. Maar voor de rest vind ik het een uitstekende man. En hoop ik, en denk ik ook, dat hij een trade union kan zijn tussen de verschillende groeperen die er in Nederland zijn. Verbinden. Ja, waarbij ik hoop dat men integreert binnen een gemeenschap en dat die gemeenschap ook integratie toelaat. Dus van beide kanten moet er een deur open gaan en daar lijkt hij mij uitstekend geschikt voor. Ja. Burgemeester, hoe kijk je daarop terug, op wat Jack nu zegt over die vlag? De vlag is naar mijn smaak het juiste besluit geweest, ook als je er nu op terugkijkt. Want als je nu ook naar de Rotterdams vraagt, was het een wijs besluit, dan zal iedereen zeggen, het was echt een heel goed besluit. Maar hoe bedoelt u erop terugkijkt? Omdat je weet wat er daarna is gebeurd? Ja, maar natuurlijk. Maar het gaat er toch in eerste instantie op wat op 7 oktober gebeurt? Jawel, maar wat jij niet weet is dat wij ook naar de regels van de stad moeten werken. En die regels zeggen dat wij niet vlaggen als er sprake is van een oorlog. En twee, dat wij ook niet vlaggen als er sprake is van een daad die de stad verdeelt. En dat zou een daad van de burgemeester zijn die de stad zou verdelen en dit bij zal dragen aan de sociale vrede. Ik heb overigens nadien tegen de gemeenteraad gezegd, ik handel namens de gemeenteraad. Als u als raad vindt dat dat een verkeerd besluit is, mag u mijn mandaat terugnemen. Want ik handel in mandaat van de gemeenteraad van Rotterdam. Kan je daar iets mee dan? Daar is nooit overigens iets teruggekomen. Dat kan, maar goed, dat is de samenstelling van de gemeenteraad ook. Dat is niet zo gek als er een linkse gemeenteraad zit. Dus dat begrijp ik ook. Nou, die zit er niet. Nee. Dus geen linkse gemeenteraad. Nou, maar het is wel... Nee, daar zit geen linkse gemeenteraad. We hebben als je D66 links noemt, hebben we een centrum-linkse meerderheid. Maar we hebben net zo goed een centrum-rechtse meerderheid. En er zit nu in het college een centrum-rechtse meerderheid. Met Leefbaar Rotterdam en D66. Dus het is een andere kleurstelling. Maar de regels van Rotterdam schrijven ook voor dat wij niet vlaggen als er sprake is van een daad die leidt tot een verdeelde stad. Dus dan is en ik heb een verdeelde stad op dit onderwerp. Dan is het een fout geweest om in eerste instantie op te hangen? Nee, ik heb er nooit op gehangen. Ik heb de Rotterdam-vlag opgehangen. En dat vond ik een teken van solidariteit met alle slachtoffers. En dat vond ik wel voor mezelf vind ik zelf een wijs besluit. En dat is overigens door brede lagen van de stad Rotterdam gedragen. Maar over alle slachtoffers. Welke slachtoffers waren er op dat moment in Gaza dan? Ik begrijp dat niet. Nou, ik weet niet of u de geschiedenis bijhoudt, maar in de... Oh, u gaat terug naar 1948? Nee, in de 7 oktober was een grote slachting, afschuwelijke slachting, waar je het alleen maar tegen kunt zijn. Was daarvoor wekenlang waren er incursions, zoals het dan heet, in bezet gebied. Andere kant dus niet in Gaza, waar honderden mensen zijn gearresteerd en tientallen zijn omgekomen. En die haalden toen de tijd niet eens de pers. Maar ik houd inhoudend in de gaten, want ik ben een wereldburger. En ik heb een samenleving in de gaten te houden in Rotterdam. En ik moet een balans goed in de gaten houden. En ik vind dat de balans daarmee goed gediend is door de Rotterdam-vlag ook te hangen. En die is door de Rotterdammers nog altijd op de dag van vandaag zeer wijd geaccepteerd. Okay. En ik krijg heel veel reacties van de stad over het besluit. Maar een vlag van Israël of Palestina is niet gehesen. Dat is gebeurd in Amsterdam. En daar is die op enig moment verwijderd. En ook in Vlaardingen. En overigens in 340 andere gemeenten is die niet gehesen. Vind ik interessant overigens dat alleen naar mij wordt gekeken wat mijn beslissing is geweest. Mm-hmm. En niet naar 340 andere burgemeesters. Nee, ook een beetje tikkeltje van, nou ja, met twee maten meten. En ondertussen is die vreselijke oorlog nog steeds gaande. Heb jij ook trouwens dit soort discussies thuis met jouw ex-burgemeester? Ja, nee, natuurlijk. Ja, maar minder discussies, want ik denk dat we redelijk zelden over eens zijn. Maar als ik kijk naar de twee grote burgemeesters, hè, van de grote steden bent u en dat is mevrouw Halsema. Dan op het oog, en dat wil ik graag van u weten, heb ik het idee dat Femke Halsema een enorme rol speelt door constant zowel de Joodse als de Palestijnse gemeenschap op te zoeken. Heeft u hetzelfde gedaan de afgelopen? U heeft geen idee. Nee, daarom vraag ik het. Ik heb daags na de gebeurtenis op maandag heb ik alle gemeenschappen op kantoor gehad. En ik heb in de maanden daarop volgend, ik denk misschien 10, 12 gesprekken gevoerd. Allemaal met het doel om de Rotterdamse Joden, de Rotterdamse Palestijnen en anderen eromheen, om die ervoor te zorgen dat die met elkaar in gesprek raken. Überhaupt met elkaar. Ja. Laat staan dat zij een moment kiezen om de buitenwereld op te zoeken. En het is mooi om te zien dat er nu hele voorzichtige toenaderingen plaatsvinden tussen die groeperingen.
in Rotterdam, waarbij mijn rol als burgemeester, zeg ik altijd tegen de groeperingen, is het schenken van een kop koffie om hen in staat te stellen met elkaar het gesprek te voeren. Dat is ook wat ik in Dat is waarom ik vraag. Gebeurt, want dat u zegt gebeurt, zo een beetje alsof ik u aanval van u heeft geen idee. Ik denk, nee, ik vraag het, maar ik het wil weten, hè? Ja, nou, maar ja, het is ook wel vaak dat wij geen idee hebben wat iemand natuurlijk continu doet. Aan de andere kant, je hoeft, ik bedoel, alle slachtoffers is één te veel. Hè? Dus of het nou aan de ene kant is of aan de andere kant. Maar ja, er zijn natuurlijk veel meer oorlogen op absoluut dit moment. Ja. En daarom zit Pieter hier morgen ook. Ja, goed, maar dat gaat het niet alleen om. Waar het mij om gaat, is dat het steeds toespitst op datgene wat er in Gaza en in Libanon of wat dan ook gebeurt. Maar als je ziet wat er op dit moment in Bangladesh gebeurt, wat er in India gebeurt, wat er in Nigeria gebeurt, Soedan gebeurt, ja, wat er met de Yazidis gebeurt, Mali, ja, dat is verschrikkelijk. En ik begrijp dus niet, ik zou zo graag, en ik hoop dat u dan voorop loopt met nog een aantal belangrijke mensen, en ik loop zeker mee, een grote vredesmars. Ja, maar wat heeft dat nou voor zin? Dat we in ieder geval een symbool geven dat we met elkaar voor vrede zijn, in plaats dat we met tegenstellingen zijn. Ieder weldenkend mens is toch voor vrede? Hoeven we toch geen vrede? Nee, dat is niet waar. Jack, ik heb tegen mijn gesprekspartners in het Rotterdamse gezegd, ik ben geen demonstrant. Ik geef niet. Ik moet ervoor zorgen dat demonstraties veilig kunnen verlopen. Ik maak één uitzondering voor wat jij noemt. Als er morgen groeperingen opstaan en die zeggen, dat willen wij, dan doe ik mee. Loop ik naast u. Dan doe ik mee. En dat aanbod ligt er ook. En ik denk dat heel belangrijk is dat wij in Nederland met alle loyaliteiten die wij hebben van landen waar we vandaan komen of waar we een affiniteit mee hebben, toch zeggen, maar wij willen niet dat die ellende deze kant op komt. Ja. En wij zijn hier juist om tegen die partijen te zeggen, waar ben je toch in hemelsnaam mee bezig? Stop ermee, ga met elkaar in gesprek. Zorg dat er vrede komt, mensen willen eten en drinken en goed onderwijs en goede zorg. Als die demonstratie morgen komt, loop ik mee. En dan moeten we toch. Nou, dan mag best voor geklapt worden, vind ik.